Dankjewel. Goedemiddag Amsterdam. Toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme. Toen niet. Als ik zeg, who streets, zeggen wij our streets. Who streets? Our streets. Who streets? Our streets. De fascisten hebben ons nog niet gehoord. Who streets? Our streets. Who streets? Our streets. Oké, dankjewel. Woensdag 6 januari werd het Capitool aangevallen door Trump-aanhangers. De politie greep niet in, zoals ze dat wel zouden doen als BLM-activisten het Capitool zouden aanvallen. Laten we het niet vergeten dat ook fascisme en racisme bij de politie zit. In Amsterdam, maar ook in Europa, in Nederland, overal ter wereld, in Brazilië. Als ze zwarte jongens in de favela aanpakken, migrantenjongen in de banlieues, maar ook als we hier in Nederland kijken. De politie maakte het mogelijk dat deze Trump-aanhangers het Capitool binnendrongen, bezetten en eigenlijk congresleden wilden gijzelen. Dit waren leden van rechtsextremistische groepen als de Proud Boys, maar ook complotdenkers van QAnon. Deze rechtsextremistische aanval kon niet zomaar uit de lucht vallen. Rechtsextremisten hebben jaar in jaar uit hebben ze vertrouwen op kunnen doen. Het begon met ze konden vertrouwen opdoen met het aantreden van Trump. Dat uitte zich onder andere in 2017 met de moord op Heather Heyer in Charlottesville door een rechtsextremist. Maar daarna ook door Karl Rittenhouse die twee BLM-activisten doodschoot. Ook de paramilitaire groepering Wolverine Watchmen die een poging deed om een gouverneur van Michigan te ontvoeren. Het rechtsextremisme doet vertrouwen op jaar in jaar uit als we ze geen halt toeroepen. Ze kunnen dat omdat ze gedekt worden door de politiek. Trump weigert om de rechtsextremisme expliciet te veroordelen. Daarom kunnen zij keer op keer, jaar in jaar uit, vertrouwen opdoen. Zelfs op het moment dat zij bereid zijn om het Capitool aan te vallen. Maar laten we het niet alleen over Amerika hebben. Want het gebeurt hier ook in Nederland en in Europa over de hele wereld. Want we kunnen ons allemaal herinneren dat Friese asfaltterroristen een bus van Kick of Zwarte Piet tegenhield, op de snelweg aanviel. We hebben gezien dat hooligans in Maastricht en in Eindhoven Kick of Zwarte Piet activisten aanviel en gingen bedreigen dat zelfs een protest zelfs niet doorging. We hebben kandidaat Kamerlid Kautar, die politiek racistisch werd aangevallen door onder andere vizier op links. We hebben meegemaakt moskeeën die in brand worden gestoken. We hebben de boerenprotesten gezien met Farmers Defense Force die het helemaal niet erg vinden om langs te gaan bij je thuis. Sofana Simons die bezocht wordt door pro-Pieters. Maar ook andere antiracisme activisten die thuis bezocht worden. Dit is de staat van Nederland op dit moment. Maar ook maar niet alleen maar dat soort groepen, maar ook een groep als Virus Waanzin. Lange Frans roept gewoon op om een aanslag te plegen, of die droomt ervan, van een aanslag op premier Rutte. Ze zijn bereid om geweld te gebruiken. Als ze dat ook op kunnen roepen naar premier Rutte, dan kunnen ze dat ook tegen ons doen. We zien dat extreem rechts de afgelopen jaren dus aan zelfvertrouwen opdoet. Maar ook de aankomende tijd zullen zij aan vertrouwen opdoen richting de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Want de PVV doet mee, Forum voor Democratie doet mee, Ja 21 doet mee. SGP. En ik hoor hier ook, de SGP doet mee. Dat lijkt een versplintering op rechts lijkt dat te zijn. En dat is het ook. Maar wat het ook is, is dat de hele politiek spectrum naar rechts wordt getrokken. Dan gaan we het niet meer hebben over klimaatmaatregelen. Dan gaan we het vooral over racisme hebben, over islamofobie, over anti-vluchtelingen gaan we het hebben. De
We gaan het niet meer hebben over dat we meer ziekenhuizen nodig hebben, de huren omlaag. Nee, het hele politieke spectrum wordt naar rechts getrokken. Dus het is belangrijk dat we onze stem ook richting de verkiezingen laten horen. Het is belangrijk dat we de linkse partijen ook echt links houden. Want links is nu vooral bezig, hoe kunnen we meeregeren in plaats dat ze voor ons opkomen. En dat geeft rechtse partijen de gelegenheid om de onvrede die wij allemaal voelen, om die te kanaliseren. En dat is de voedingsbodem voor fascisme. Dus we moeten eerst onze eigen linkse partijen aanspreken. Dat ze ook echt links zijn en links blijven. We kunnen dat alleen als we een linkse, brede antifascistische beweging hebben. Deze linkse antifascistische beweging is nodig. We moeten onze linkse partijen links houden, maar ook, niet alleen parlementair, maar ook op straat. Daarom ook, who streets, our streets. We mogen de straat niet laten afpakken door fascisten. Want als fascisten regeren, als zij de straat regeren, dan pakken ze ons allemaal één voor één. Dan gaan ze achter de moslims aan. Dan gaan ze achter de joden aan. Dan gaan ze achter mensen van kleur aan. Achter vrouwen, achter linkse activisten. Achter vakbondsleden, achter LHBT'ers. En dat doen ze slim. Want ze pakken ons allemaal één voor één aan. Ze pakken ons allemaal één voor één aan. Want dan staan we niet sterk. Dus wat moeten wij doen? We moeten gezamenlijk strijden. We moeten solidair zijn met elkaar. Want dan staan we sterk. Dan maken fascisten geen kans. We moeten het fascisme de kop indrukken. Want als we dat niet doen, zal fascisme grootschalig zijn en zal terreur nog groter worden. Dat betekent dat we niet meer op straat kunnen zijn. Kunnen we niet meer protesten zoals dit, kunnen we niet meer houden. We kunnen geen bijeenkomsten kunnen we meer houden. We kunnen ook zelfs niet meer eens individueel boodschappen doen, omdat fascisten ons dan in elkaar slaan als het zover komt. Het is echt noodzakelijk dat wij met z'n allen gezamenlijk een front vormen. We hebben het gezien in Maastricht en Eindhoven, zoals ik al zei. We hebben het gezien met de KZOP-vergadering in Den Haag, die aangevallen werd door rechtsextremistische vechtersbazen. We hebben het gezien dat moslima's worden lastiggevallen omdat het boerkaverbod werd ingesteld. We hebben het gezien met asielzoekerscentra, die aangevallen worden door rechtsextremisten. Maar we hebben het dus ook gezien met Farmers Defence Force, die ook gewoon bij je thuis komt als jij een geluid laat horen die hun niet zin. Als je dat nu nog niet door hebt, dat het fascisme opkomt, dan heb je de afgelopen jaren liggen slapen. Dus we moeten bijeenkomen. We kunnen alleen bijeenkomen als we niet in onze schulp krijgen en schulp kruipen in onze eigen onderdrukking. Ik snap het. Onze eigen onderdrukking is belangrijk, maar dat is niet het identiteitspolitiek waar we voor moeten staan. Onze identiteitspolitiek moet zijn dat onze eigen onderdrukking belangrijk is, maar laat dat ook een brug zijn om een brug te slaan naar de andere onderdrukte groepen. Dus Joden met moslims, moslims met zwarten, zwarten met feministen, feministen met de klimaatbeweging, die klimaatbeweging met de vakbond en de vakbond met ons allemaal. Dat is de manier om naar voren te gaan. Laat dit in Amsterdam de eerste protest zijn van velen. Dit is een Amsterdams protest. Het heeft een landelijke uitstraling. Maar laat het hier niet blijven. Laten we naar Utrecht gaan. Laten we naar Den Haag gaan. Laten we ook naar Rotterdam gaan. Eindhoven, Maastricht. Om fascisme overal te bestrijden. Maar het belangrijkste is dat we de pijn van elkaar voelen. En daarom wil ik eindigen met één quote. An injury to one is an injury to all. Dankjewel. Dankjewel, Mirko van Internationale Socialisten.